Ik heb echt pers en Mia. Stef zegt pers. En Kiki Mia, hè? Mm-hmm. Wat ben jij aan het eten dan? Oh, lekker aardbeidje met yoghurt, hè? Lekker, man. Wat ga jij vandaag doen dan? Weet het niet. Oh. Wat, wat gaat papa vandaag doen dan? Waar? In de badkamer bezig. Papa? Ja. Mag ik het best zo doen? Misschien moet je zo even mama vragen. Dus ik ga even in de badkamer bezig. Ik moet straks ook nog even naar RBZ. Ik ga de water vandaag dus sowieso opzetten. Om even te testen. Kijk, we zijn nu even de leiding aan het testen met luchtdruk. Het gaat hier naar een machinetje. Kijk, Kiki is echt heel goed aan pompen. Zie je dat? Goed zo, schat. Ik doe het tegen mijn lijf. Ja. Kijk, nu zetten we 0,1,4 bar op, zeg maar. Dus is niet heel veel. Maar ik zal er zo even wat meer druk op zetten. En dan kunnen we zien of die lek is. Ik heb nu namelijk hem op de douche. En er mag heel ietsjes verschil in zitten, omdat je een beetje druk krijgt dat te maken. Papa, waar gaat dat heen? Zal papa even pompen? Nee. Kom eens. Kijk, en dan komt hier lucht in. Dat je in één keer heel hard druk erin gooit, daarom mag hij iets verlopen. Mm. Wil jij weer pompen? Je doet het niet. Nee, hij is heel zwaar. Ik kan het. Beetje zwaar, hè? Waar is mama? Weet ik niet. We zijn er. Nou, wat? Geef hier dan. Wat is het dan lek? Nog niks is lek. Ik heb het zo weer van af. Ik. Nee, papa even nu. Want je, kijk, pas op. Nee, nu staat er een open bar op. Mag ik nu ook? En de leidingen die en de koppelingen lekken vanaf een halve bar, zeg maar. Mag ik ook? Mag ik nu ook? Dus dit is eigenlijk voldoende. Mag ik niet af? Kijk, dan gaat hij iets aflopen. Pomp je hem heel ietsjes rustig bij. Hoe lang duurt het? Maar hij mag niet te veel aflopen. Dus zo laat ik hem dan even liggen. Ja, ik heb het! Ja, gaat heel zwaar nu, hè? Ja. Ja. Hoe komt dat? Omdat er druk in zit. Dit hoort niet, Kiki. Ik ga hem weer even opnieuw oppompen. Kijk, de warmlater waar je een leiding hebt, net ook even aangedaan. Die is top. Die loopt ook niet meer terug, dus dat is perfect. Nu gaan we de koud water even doen, want die liep net al wel iets terug, dus ik ga nog even een keer proberen. En ik was ondertussen in de badkamer bezig. Koud water is ook niet heel veel gezakt. Dus voor mij is het goed. Gaat straks waterdruk op. Lekker, man. Kijk dan hoe goed Kiki Mia bezig is. Vind je het leuk? De badkamer even opruimen? Ja. Papa? Ja? Wanneer gaan we samen de badkamer maken? Zondag. Zondag? Ja. Waarom? Omdat jij dan gezellig bij papa bent de hele dag. Dat is waarom? Leuk. Is er leuk, of niet? Is mama dat dan niet? Mama gaat even met Jamie wat doen. Wat dan? Ja, dat weet ik niet. Hé, hey, Kiki. Ja? Kiki, zullen we even die gaatjes iets groter maken daar? Welke gaatjes? Die twee hier in de wand, deze en die. En zullen we dan daar ook kraantjes op zetten? Maar dat maakt heel veel herrie. Dat valt wel mee. Wanneer ben je klaar met deze? Zullen we dat even doen dan? Met welke? Met de boormachine. Met welke boormachine? Die ga ik nu even pakken. Wij gaan even die gaatjes groter maken. Ga maar even hier staan. Waarom?
Deze moet erin. Pas. Zit een freesje op. Wat? Mooi aan het frezen. Past die nu? Papa, hoe lang duurt deze nog? Ja, hij past. Mag ik zien? Kijk, en dan gaan we nu dit touwtje eraan doen. Mag ik dat doen? Je staat voor de camera, schatje. Mag ik dat doen? Nou, zou papa dat even doen? Maar mag ik dat ook? Straks. Straks? Ja. Voor welke ding? Weet ik nog niet. Moet even kijken. Maar dit moet hier echt dicht, heel dicht zijn, want er zit in de muur, hè. Dat kun je niet zien als je lekt. Touwtje eromheen gedraaid. En dan gaan we erin draaien. Nee. Zo. En dan ga ik de kraan pakken, want ik kan het verder aandraaien en dan zit hij goed. Ik heb hem er al op, ik heb hem aangedraaid. Nu is hij recht. Papa, kom daar nu een kraantje op. Ja, daar komt zo'n kraantje op. Papa, meneer. Papa. Ja? Kun je zo twee kraantjes maken? Zo twee. Ik trek even folie eraf. Ik heb even gekeken op die pas. Folie eraf. En dan even de kitspullen pakken. Papa, we gaan nu kitsen. Je moet afkitten aan de achterkant, hè? Afkitten. Ja. We hebben nergens meer een losse spiegel, hoor. Wat? Een losse spiegel. Dan moet je wel met een losse spiegel. Nee, een losse. Oh. Als je gaat wegen, moet dan de deur dicht, Kiki, Mia. Waarom? Nou, omdat anders het huis weer helemaal stof is. Mama, het is net al twee keer schoongemaakt. Ben je maar wagen? Nee, helemaal niet. Ik kan net als we de deur dicht doen dan. Ondertussen hebben we afgekit aan de achterkant. Hey, papa. Oh. Ja? Ik heb een schroefje. Oh, doe maar in de bak. Waarvan? Welke kleur heb jij gekozen? Deze kleur rood. Zo. Je kan me niet zien. Het kapje eromheen. Ja.
Nou, ik weet niet waarom je niet omheen wil. Erop. Het was even martelen. Die wou de sowieso niet op. Dus heb ik een andere muurplaat ingemaakt. Deze die wel perfect. Dus, maar ik moet even wachten tot de Rens weer is verbonden. Want dan kan ik even vragen waar ze die houder wil hebben voor de handdouche. Dus nu gaan we even de douchekop erop zetten. Aan de rechterkant. Dit is hem, ik had hem even opengemaakt. De douchekop. Stangetje voor in de muur. Wat we lief voor zijn, dat mag je ook weten, die schroeven. Juist, in die draait stang erin en het zit goed. Ik had die muurplaat al als een maloot vastgezet natuurlijk. Oké. Mooi stem dus. Een rubbertje en een zeefje, die komen straks. Even kijken, zo. Lekker mooi. Die komen straks hier zo in, zo. Nou, dat zeefje doen we nog niet. Dat vind ik altijd niks. Krijg je minder water door namelijk. Een beetje vettigheid. Dus voor deze zo meteen, wat ik er omheen schuiven. Dus dan gaan we eerst deze raam maken zo. Deze gaan we even de muurplaat, draai die terug tegen de muur, aftekenen, gaatjes boren en afzetten. Beschadigd. Oké, ik ga even een foto maken. Oké, ik heb een fotootje gemaakt. Kijk, hij is hier echt beschadigd. Doe niks aan, ik hang hem in ieder geval op. En dan zal het wel weer goed komen met de leverancier. En zo niet, weer niet. Maar ik zag al dat het beschermfolietje wat er omheen zit ook al beschadigd is. Dus, of zakje. Even weer een touwtje eromheen. Voor de lekkere rietjes. Zo. Laatste plaats. Ik heb er even wat busjes aan, dat is wel makkelijker aan te raken. Iets strakker aantrekken. Zo.
Van zee. Ik denk niet eens dat ik hem vastschroef. Ik vind hem mooi strak zat zo. Busjes eraf. Oh, hier gaat de rens over vallen. Goedemorgen, wij zijn met de hondjes uit en daar komt Kiki Mia weer op de fiets. Hey! Wij zijn even met de hondjes uit. Oh, reed je bijna over een naakslak? Bijna! Ja. Nee, die is nat en vies. Kom maar. Ik heb wel. Oh. Ja, ik wacht op jou. Ik moet even kijken waar Diamond is. Ik ga zo nog eventjes een paar boodschapjes halen. En Stef is natuurlijk weer bezig met de badkamer. Die is al echt een end. Het wordt mooi. Ja, het wordt echt leuk. Ik ben echt blij mee. Dus ik ga nu even wandelen. Kiki gaat even fietsen. En dan zien we jullie straks. Uitlaten. En dan wil Kiki me even schommelen, hè? Je was net op de andere schommel, nu even op deze schommel. Nou, en dan fietsen we zo weer terug naar huis, hè? Maar ik ben ook op die blauwe waar die andere op. Oh, nou dan gaan we even kijken, goed? Oké. Mevrouw Tijdrek, nog één rondje om de zandbak. Oh jee. Nee, nu zou je komen. Kom. Goed zo. Joepie. Wij zitten in de auto. En waar zijn we, Kiki Mia? In de wasstraat. In de wasstraat. Wij gaan even tussen de auto wassen, want die is weer hartstikke vies. Vieze weer. Dus dat gaan wij nu even doen. Kiki, krijgen we zo lampjes? Maar we kijken welke kleur ze worden. Oh, wow, er komt heel veel schuim. Heel veel schuim. Heel veel schuim. Oeh, welke kleur is die? Welke kleur is die? Welke kleur is die? Rood. Rood. Nu is die blauw. Is die een beetje blauw? Nu wordt die grijs. Oh. En nu gaan ze doen, hè? Oei. Oh, nu is hij blauw. Zie je dat? Moet je lolly in je mond doen. Wat een herrie. Ik vind het heel leuk, maar de herrie niet. Ja, oh, paars. Ja. Nou, dit dus. Zo gaat de hele tijd. Zo de Kiki stofzuiger. Huppatee, lolly in de mond. En stofzuiger maar. Goed zo, Kiki! Nou, we zijn ook nog even naar de winkel toe geweest. En wat hebben we gehaald? Allemaal voor op de? Pizza. Nee. Op de top. Wat doe je op een broodje? Op een broodje, dan wordt het tosti. Goed zo! Dus wij gaan even een tosti maken zo thuis. Zodat Stef ook even wat gaat eten. Want Stef... die is een slechte eter. Als hij druk is, dan wil hij daar geen tijd voor maken. Dus dan maak ik maar wat even voor hem. Gaan we voor papa ook lekker tosti maken? Ja! Ja! Nou, wij gaan naar huis. Ja! 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 Oké, Kiki, mijn oren. Hoi. Ja! Tot zo.
Nou, het is tijd om de dingen eraf te trekken. Super vet. Ja, toch? Pas je op daar met je gereedschap? Wow. Dik hoor. Kraantjes. De zee komt nog. Zo mooi. Zo meteen. Ik wil de zee erop zetten en dan ga ik de water bij de boven sluiten. Dan kunnen we plassen boven. Juist. Dan leg ik wel een handdoek op de grond. Ja. Kunnen we in ieder geval plassen boven. En dan, dit even afwerken vandaag nog. Dat vind ik vandaag wel goed. Stop op takjes. Goed zo, schatje. Ja, en? En? Oh ja. Daar. Woe. Een bus in de badkamer. Oh ja, en hier hangt een bus of zo. Ah. Mooi. Ja, toch? Netjes. Oh, het zingen van de kist. Ja, ben je goed bezig, schat? Papa, je kan ook op de standaard neerzetten. Ja, dat kan, dat klopt. Ga je dan nu boeien? Ja, papa moet nog even de vlog in elkaar zetten. Kijk, al het folie is eraf. Ik zou even in een andere hoek gaan staan. Er zijn wel een paar dingen wat afgelegd worden natuurlijk, maar het is in ieder geval een groot gedeelte is allemaal klaar. De wanden zitten erin. Laat de kit er maar komen. Ik ben er blij van. Eeuw, kit. Vind je het mooi worden, Kiki? Kit! Is dit kit? Nee, dat is touwtje. Van wat? Van de koppeling. Vind je het mooi worden, Kiki? Ja. Je bent papa goed aan het helpen, hè? Papa? Ja? Wanneer ga je nog werken? Ik dacht, ik ga alvast naar beneden, want ze gingen tossies maken. Hierop. Is die klaar, hè? Mm-hmm. Oké. Okay. Ben je goed bezig, schatje? Auw. Oh, sorry. Nou, eerst kaas. Ja. Yep. Noem maar op. Putsa. En dan een ham. Potst. Wat heb jij dan, Chico? Ja, hij ruikt de ham. Wil je ook twee plakjes aan? Je bent een boef, je bent een boef. Oh. Ja. Oh. Ik wil ook al een beetje eten. Papa wil altijd sambal erop, dus we gaan eerst even de sambal pakken. Lekker. Dus we gaan even lekker tosje maken, ik ga even op wachten. Ik heb de wc-bal in geplaatst. Gewoon echt topsysteem hier dat. Dus tot zover dit. Ik ga even naar de bouwmarkt. Aap. Hey, er is ook een afro-mix. Wat? Een afro-mix. Afro-mix? Afro-bros remix. Is dat deze? Ja. Komt ie. Kijk eens wat mijn vrouwtje liever gekookt heeft. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het heel makkelijk is. Schnitzel. Cordon bleu. Cordon bleu. Wat zit dan? Lievelingssaus. Satésaus. Ja, lekker, ah, lekker man. Je bent goed bezig. Dacht ik. Nou, wij gaan eten en even smakelijk als jullie er aan toe zijn. Kijk dit dan, ik was bij de buurman een winkelhaak pakken, laat ik zo zien. Is toch te schattig dit. Dus telefoontje mee. Winkelhaken, want ik moet iets haaks maken. Dus we gaan weer lekker aan de slag. Ik heb net die erin aangezet. Stopcontactjes met de vloerverwarming.
Awee. Lekker man. Even weer uit, want ik heb hem hier nog op rol liggen, anders brandt hij me kapot. Zonnetje, stokkeltakje. Die stokkeltak ga ik even afwerken. En dan ga ik die hoepelvlietjes plaatsen. En op een van de hoepelvlietjes. En dan kunnen we sausen. Dus we zijn lekker aan het knooien vandaag. Echt een knooidagje. Ik wil zeggen, super leuk. Yes, tot zover is het vandaag klaar. Ik ben ook blij dat ik zover ben gekomen en uiteindelijk dat het ook nu zover is een beetje. Dat ik weinig hoef te doen, ik hoef alleen nog met water aan te sluiten voor die kralen. En voor de rest hoef ik eigenlijk weinig te doen nog. Dus dat is top. Ik zal jullie de badkamer laten zien. Dit is de douchekant. Ziet er top uit toch? En dit is de wasbakkant. Dus dat is tot hoever het nu klaar is. Kijk, hier heb je dus ook blokkensysteem. Trek je hem eruit, druk er een blokje in. En een fotje is waarin. Hier hebben we dus ook dus beneden. Wc-rol houden. Kun je de zussen kwijt. Dus kraantjes. Kunnen we nu niet gebruiken. Want dit is geen wasbakje. Stokkeltakjes, afvoertjes. En de Sonos. Stokkeltakje voor de spiegel. Met verwarming en verlichting. De afzuiger. Dan moeten we nog even alles weer. Ja, een douchekopje. Awee. Die komt daar ook nog. De inboekranen. En dan hebben we hier de handdouches met Jet Green en Active. Zijn ze gewoon daar. Grappig. Dus ik ga even een lekker bak koffie doen. Kijk, ze heeft mijn lieve vrouwtje voor me gemaakt. Een bakje koffie. Ik zie die lieve kleine meidjes even liggen. Oh, vlog weg. Oh, die heeft hij ingezoomd. Ja. Dus we gaan even lekker bakje drinken, schatje. Toppie. En wat als je geen zin meer hebt in de badkamer? Ik stap in de auto. En dan ga ik even naar moeders. Ga ik daar eens even douchen. Ik vind het ook altijd zo lullig om dan bij één iemand bijna elke dag te gaan douchen. Dus ik ga even naar mijn auto, ga ik daar even douchen. En dan ga ik morgen ook nog heen met Kiki. Dan Kiki daar nog even lekker een bad. Want die mist het bad nu al. En mijn auto gewoon nog een bad. Want Rensi is er morgen niet. Die gaat morgen wat leuks doen. En ze weet wel dat ze wat gaat doen. Maar nog niet wat. Dus is nog een verrassing voor haar. En ik zit natuurlijk weer in het complot. Het is verschrikkelijk. Want ik word ook eens gevraagd. Maar tot zover. Ik ga even lekker knallen. Door Zwolle heen. Naar mijn ouders toe. Even een bakje doen en even douchen en daarna naar huis. Want Rens moet ook nog even douchen. Nou, die moet thuis blijven omdat Kiki op bed ligt. Dus ik zeg gas geven. Hoppie! En dan ben je bij je ouders. Ga je even lekker douchen. Lekker. En dan hebben we ook onze Mattie erbij. Jij vriend? Dus ik ga even lekker douchen en dan komen we zo fris en fruitig weer. Weer fris en fruitig, we zitten weer in de auto onderweg lekker naar huis. Dan kan Rens ook zo even douchen. En ik ga dan de vlog alvast even in elkaar draaien, de gedeelte. En
ik ga dan eventjes kijken wat ik allemaal nodig heb voor zolder om het water aan te sluiten. Maar eerst even lekker naar huis. Even lekker chillen. Ik ben er voor vandaag wel helemaal zat van. Dus gas geven. Hou mee! Oké, ik ben even bij de buren geweest, maar kijk hoe Kiki in bed ligt. Dus die ga ik eventjes recht in bed leggen. Dit kan echt niet. Arm kind. Appeltje voor morgenochtend, flesje water voor morgenochtend en de iPad. Alles weer gefixt. Ik leg haar echt heel lief terug. En ik zal even mijn scherm maar doen. Dus ik leg haar netjes recht in bed. En wat denk jij niet? Ik ga gewoon weer scheef in bed liggen. Dus ik ben van de slaapkamer afgelopen. Ik ben eerst in de gang helemaal gelachen. Toen ben ik de slaapkamer ingelopen. Ik heb weer een beetje rechtgelegd. Want ze was zelf ook een beetje teruggegaan. Toen heb ik haar mama even lekker ingezond met de dekentjes vast. Goh, wat een kind. Bah. Dus ze ligt nu weer goed lekker in bed. En ik doe de rolluikjes lekker dicht. Want ik ga ook mijn luikjes even dicht. Nee, ik heb net echt 2 biertjes gehad. Ik heb het gevoel dat ik een fus leeg heb gedronken. Dus ik ga mijn nest in. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. Dus ik zeg, like en abonneer. Tot de volgende keer. Later. Yeah,